Okay, what's up, guys? Here we are live with Tom Haring. And hello. Hello. And nice to meet you. Nice to meet you too, Tom. And really nice guy. We've just been chatting a little bit. I got some questions here that you guys are wanting me to ask him. And we're just gonna get right to it, okay? Now, first of all, he's got a book out in English. If you guys want to buy the book, click on the link below. It's right here. I just got a copy from him right now, which I really appreciate. I'm gonna read that out later. You're welcome. Thank you very much. Thank you very much. And I'm gonna link it on the link below. It isn't available in English, so you guys can definitely check that out, okay? You've been in the army, we read, the army. You're black belt in judo, black belt in karate. You've done boxing, and you've also done savate. How was it that you first got interested in martial arts? English or in Dutch? Okay. Nou, het was een jongetje van 6, 7 jaar. En ik zat op een kleuterschool. En toen kwam ik een keer huilend thuis, want de jongen had me geslagen. Van een hogere klas. Die zat op een klasjes hoger, grote jongen. En vanuit het niets kreeg ik een klap en dan gooide hem op mijn grond. En ik was zo geschrokken. Ja, ik was toen helemaal natuurlijk niet bezig met vechtsport. En toen zei mijn moeder, hey, je gaat niet huilen, dan moet je terugvechten. Ik zei, ja, maar ik zeg, hij pakte hem opeens van achter en zo. Toen zegt ze, ik ga jou op judo doen. En dat waren eigenlijk mijn eerste aanraking met de vechtsport, dat judo. Okay. En toen ben ik gaan judoën. En ik moet een kleine nuance zeggen. Ik was tot bruine band, maar ik was nog te jong om de zwarte band te krijgen. Dat mocht toen nog niet. Okay. Ik was nog voor mijn 12e jaar en je moest toen ouder zijn. Dus eigenlijk heb ik mijn bruine band judo. Mm-hmm. En met karate is het 6e dan is weer wat anders. Maar tot mijn bruine band, omdat ik gewoon te jong was om een zwarte band te halen. Dus, maar dat waren dus eigenlijk, en toen bleek dat ik toch wel talentvol was. Dus ik ging heel snel, mijn geel, oranje, groen, blauw, bruin, je kent het wel. Zwart dan net niet, omdat ik te jong was. Maar dat waren mijn eerste impressies met zelfverdedigingssport. En ik juich het ook toe voor mensen, ook kinderen, ga eerst judoën. Want wat doet een kind op school? Aan elkaar trekken en als je dan kan valbreken en je kan een overname doen, een soetemie of wat dan ook, dan is dat altijd goed om je te verdedigen als kind. Later als je groter bent, ja, dan wordt het meer het harde werk, stompen, trappen, ellebogen, knieën. En eigenlijk door het judo werd ik toen echt geïnteresseerd in andere vechtsporten, met name karate. En boksen. En ik heb eigenlijk een hele tijd gebokst. Omdat dat was na mijn judo eigenlijk de eerste sport, mijn vechtsport, die ik deed, was gewoon boksen. En in militaire dienst heb ik ook goed gebokst. Ik was AMIC-chauffeur, weet je, okay. Tankchauffeur. Okay. Dus zo'n tankbestuurder. En daar bokste ik lekker. Ik ging ook naar Engeland toe om te boksen. Dus want als je in militaire dienst bokste, dan kreeg je prestatieverlof. Dan had ik 2 dagen weer lekker naar huis toe, weet je wel. Mm. Nou ja, en toen kwam ik eigenlijk automatisch dat ik op karate kwam bij Jan Stappen. Dat was toen mijn leraar. Kyokushinkai, karate deed ik. En toen was ik eigenlijk oranje band. En toen werd ik ingezet door mijn leraar in een zwarte bonden toernooi. Want wow. We moesten in Groningen tegen een andere Kyokushinkai school, 5 man Amsterdam tegen 5 man van Groningen. Maar die zwarte banders, hij miste 1 zwarte banden, mijn leraar. En toen zei hij, Tom, jij bent de knokker, we doen jou een zwarte band, Tom. En je wordt verleefd. Zo is het gegaan. En hoe ging dat? Ik werd gedisqualificeerd, want waarom? Ik sloeg op het hoofd door en dat mocht niet. Je mag toucheren met karate, wel trap op het hoofd, weet je wel, maar niet stoot op het hoofd. Want omdat ik ook mijn boksachtergrond had, ik bokste toen ook, zat het er gewoon in. Ja. En toen stond ik er een hele lange Groningse jongen en die ging knock-out. En toen werd ik gedisqualificeerd. Nou, toen was ik zo teleurgesteld. En toen dacht ik, ja, wat heb ik eraan? Als je niet mag stoten op het hoofd. En toen ben ik eigenlijk de filosofie gaan bedenken. Ik kan karate, kan goed trappen, ik kan goed boksen, waarom combineer ik dat niet? En dat was eigenlijk het woordje kickboksen, maar dat had je toen nog niet. En toen ben ik gaan trainen, dus ik noemde mijn stijl Chakuriti, de ontleende kracht. En toen ben ik eigenlijk dus na het trappen en het boksen, heb ik mijn eigen stijl gecreëerd, ook nog met judoworpen erin. Halte trainingen, eigenlijk een complete vechtstijl creëerde ik. En dat was de naam Chakuriti. En dan heb ik eerst voor mezelf een tijd getraind, en in 1972. Begon ik eigenlijk met wat jongens om me heen, wat leerlingen, begon ik deze stijl uit te dragen. Mm. En toen had ik op een gegeven moment zo'n 50 man in mijn schooltje trainen. Wow. En toen werd ik uitgenodigd in Den Haag,
bij Charles Dumayet, dat was toen de tijd een wushu leraar. En die ging wedstrijden organiseren dat je karate, judo, kempo, ga maar tegen elkaar vechten. En toen bleek het dat mijn stijl, dus met die jongens die ik daar vocht, gewoon alles. Tegen taekwondo, tegen kempo, tegen pechang shila. Dus het was schijnbaar erg effectief wat ik leerde aan die jongens. En toen ben ik op doorgegaan. Ja, en later die successen gingen door dat ik op grotere toernooien ging vechten. De kickboxbond werd toen opgericht met de tijd. Wonnen we ook heel veel partijen. Ik ging in Berlijn. Wonnen we alle kampioenschappen tegen Amerikanen met kickboksen. Toen werden we uitgenodigd in Thailand met 5 man. En dat... A big argument on the internet is his kickboxing record. Because on the internet it says that he's 19-1 in kickboxing. Dus Jean-Claude? Yeah. Jean-Claude? Yeah.